wel? Hem opvrolijken is behoorlijk pijnlijk voor mij. Ik wil jullie aan iemand voorstellen. Wie is dat? Monnik Gyatso, de grootste luchtmeester ter wereld. Hij heeft me alles geleerd. Maar het ware geheim zit hem in de zachte kern. Mijn eeuwenoude baktechniek is niet het enige waar je aan denkt, nietwaar, Anne? Dat hele avatar-gedoe. Misschien maken de monniken een fout. Hun enige fout is dat ze het je vertelden voor je 16 werd. Maar we houden ons niet bezig met wat was. We handelen naar wat is. Maar Gyatso, hoe weet ik of ik er klaar voor ben? Je vragen worden beantwoord als je oud genoeg bent om het heiligdom te betreden. Binnen zul je iemand ontmoeten die je zal leiden op je pand. Wie is dat? Als je zover bent, zal hij zich aan je tonen. Wie zijn al die mensen? Weet ik niet. Maar het voelt wel alsof ik ze ken. Kijk, dat is een luchtmeester. En dit is een watermeester. Ze staan in een patroon. Lucht, water, aarde en vuur. Dat is de avatarcyclus. Natuurlijk, het zijn avatars. Deze mensen zijn je vorige levens aan. Wauw, dat zijn er veel. Vorige levens? Katara, geloof je echt in die onzin? Het is waar. Als de avatar sterft, reïncarneert hij in de volgende natie in de cyclus. Aang, wat is er? Wie is dat? Dat is avatar Roku, de avatar voor mij. Was jij een vuurmeester? Geen wonder dat ik je eerst niet vertrouwde. Er staat niks op. Dus hoe weet je zijn naam? Geen idee. Ik weet hem gewoon zomaar. Jij bent wel een hele rare. Stuur een bericht aan de vuurheer, onmiddellijk. De avatar is terug. En ik weet hoe erg het is om dierbaren te verliezen. Ik voelde me ook zo toen mijn moeder stierf. Monnik Gyatso en de andere luchtmeesters zijn heen gegaan. Maar je hebt nog steeds familie. Sokka en ik, wij zijn nu je familie. Katara en ik zullen niets met je laten gebeuren. Beloofd.